Nou, Chinees is natuurlijk heel erg een opkomst. China is een opkomst als economische macht. Het komt steeds vaker in het nieuws. Er zijn ook steeds meer artikelen in de krant te lezen. En eigenlijk iedereen voelt wel aan dat als je erbij wil zijn op dit moment, dat je Chinees moet kiezen. Reden dat brugklasleerlingen van Stad en S in Meppel Chinees kunnen kiezen. Quintijn uit Steenwijk en Anna uit Wanneperveen hebben er bewust voor gekozen. Nou, China heeft een groeiende economie en er zijn heel veel mensen in China die Chinees spreken. En ik denk dat ik het later ook een betere baan kan zoeken als ik een studie Chinees heb gedaan. Ja, dat is een cake. Ik vind het gewoon een hele mooie taal. En mijn moeder heeft samen met een vriendin een jaar in China gewoond. En die vond het heel erg leuk. En nou ja, ik vind het heel mooi daar. En het wordt volgens mij ook een hele belangrijke taal. Nou, we zien zeker dat de focus in onze maatschappij verschuift van west naar oost. En Chinees is ook een wereldtaal, of gaat in ieder geval een wereldtaal worden. En wij willen onze leerlingen de mogelijkheid bieden om ook een ander vak te kunnen kiezen dan gebruikelijk is. En zo zijn we op Chinees gekomen. En mochten er genoeg kandidaten zijn om dit vak als eindexamenvak te willen kiezen, dan gaan we dat zeker in overweging nemen. De afgelopen 3 jaar is er ook een pilot geweest voor scholen om Chinees uit te testen als eindexamenvak. Daar is dus ook nu de beslissing voor gevallen. En het blijkt dat elke jaar een groter aantal leerlingen kiest voor Chinees. Claudia. En dat is best wel een dappere keuze, want heel erg gemakkelijk is het niet om Chinees te leren. Die klanken zijn heel moeilijk. Uitspraak. Het uitspraak is het allermoeilijkst voor Nederlanders. Dat klopt. Zeker, het is ook zeker moeilijk omdat er in China vroeger 64 verschillende talen werden gesproken. Maar het grootste spreekt Mandarijn en daar horen 2 schriften bij. Dat zijn de karakters, dat zijn die tekentjes. En Pinyin, en dat zijn de letters van het alfabet zoals wij die kennen. Ja, wat is moeilijk? Dat bekijken wij dan vanuit ons perspectief als volwassenen. Maar ik denk dat kinderen tot heel veel in staat zijn. Zelfs soms nog meer dan we zelf denken. Je ziet dat het wel lastig is, maar met een goede didactiek. Nou, daar zijn wij natuurlijk voor op een leraaropleiding, is het heel goed te leren. En oefenen. Dat is enig. Oefenen. En wie goed oefent, kan binnen 2 jaar een aardig woordje Chinees. Nou, bijvoorbeeld als je met iemand kennis maakt, dan zeg je run Chini, gang kao xin. En je zet ook verschillende manieren kun je kennis maken. Dus je kan zeggen, als er een vriend is van ni hao. En als je een volwassene hebt en die spreek je aan, zeg je nin hao. En als je dan vraagt hoe het met iemand is, dan zeg je nin hao ma. Nou, ik vind het bijzonder en ik wens je heel veel succes met je lessen. Xie xie ni, dank u wel.